En als ik dat schilderij zie, dan herken ik daarin mezelf, mijn eigen onmacht. Ik moet ook zaaien, maar ik zaai ook op de weg. Ik weet ook dat de vogels komen om te pikken. Dat de grond niet altijd goed is. Gustave van de Woestijn was een zoeker, zeker op het moment nog dat hij dat schilderij maakt. Hij voelt zich als de zaaier van wie het zaad niet in de goede grond valt. Maar elke mens in zijn leven wil vruchtbaar zijn, wil zaaien en wil resultaat hebben. En het is de zoekende mens. De mens zoals hij altijd geweest is en zoals hij altijd zal zijn. Dat zijn de gedachten die bij mij opkomen als ik dat prachtige schilderij zie.